Steeds meer mensen in de regio storen zich aan het geluid van de vele straaljagers die overvliegen. Waarom gebeurt dit momenteel zoveel? Misschien is het jou ook al eens opgevallen, maar de laatste tijd hoor je best vaak dit geluid buiten. Het zijn de straaljagers van Defensie die over onze regio vliegen. Ze zijn er om het luchtruim van Nederland veilig te houden. De een heeft er meer last van dan de ander, maar waarom komt het uitgerekend in onze regio zoveel voor? Vanaf vliegbasis Volkel vliegen meerdere keren per dag straaljagers over heel Nederland heen. Straaljagers worden ingezet voor de bewaking van het luchtruim boven Nederland. Wij vliegen met straaljagers om te oefenen. Dat is wat we meestal hier vanaf Volkel en vanaf Leeuwarden doen. Om vervolgens te kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld aan de oostgrens van Europa nu, of in het verleden wel in Afghanistan en in Libië en in het Midden-Oosten. Dus ja, om dat goed te kunnen doen, oefenen we. Doen we iedere dag. En dat doen we vanaf hier. De straaljagers vliegen vaak over Nijmegen heen. Dat ligt er een beetje aan of het goed weer is of slecht weer is. En wat de wind is, dus welke kant we gebruiken van de baan. We kunnen twee kanten opstijgen en landen. Nijmegen, ja, dat ligt in het verlengde van wat wij baan 06 noemen. Dus noordoost van Volkel. Dus als we opstijgen vanaf baan 06, dan komen we in de buurt van Nijmegen. Als we landen de andere kant op, dus naar het zuidwesten toe, dan komen we soms ook in de buurt van Nijmegen. Tijdens het vliegen kunnen mensen op de grond geluidsoverlast ervaren. Ik snap goed dat de mensen de straaljagers horen. Ja, straaljagers maken geluid. En dat kunnen de mensen horen. En de mensen snappen donders goed dat wij dat doen om te trainen. Om onze Nederlanders iedere dag veilig te houden. En ja, en zeker in drukkere gebieden, dan horen wat meer mensen dat. Defensie is wel bezig om te zorgen dat ze zo min mogelijk geluidsoverlast veroorzaken. Ja, we zijn daar ons iedere dag goed bewust van dat Nederland een drukbevolkt land is. Dus onze routes vermijden de grote steden. De hoogtes en hoeveel gas wij geven, dat heeft allemaal te maken met hoe druk het ergens is. Dus we houden daar goed rekening mee. Als mensen geluidsoverlast ervaren van de straaljager, kunnen mensen een klachtenformulier invullen op de site van Defensie. Na elke klacht wordt onderzoek gedaan door Defensie zelf. Nou, naar iedere klacht wordt serieus gekeken. Dan gaan we eerst eens kijken of het wel een van onze vliegtuigen was. En of het normaal werd gevlogen of dat het misschien toch iets afwijkends was. Met de trends kunnen we dan misschien wel iets doen. Hè? Misschien routes verleggen of op een andere manier uitklimmen of iets in die trend. En soms kunnen we uitleg geven van ja, het kwam even door een afwijking die nodig was omdat er druk was in de lucht. Omdat er een onweersbui was of dat er iets met het vliegtuig was. Er zijn meerdere redenen waarom we wel eens moeten afwijken van de standaard. Drugsgebruik en de bijkomende criminaliteit vormen een steeds groter probleem. Ook in onze regio. Om dit tegen te gaan hebben vier burgemeesters van gemeenten in Noord-Limburg nu een handtekening gezet onder het zogenoemde Damoclesbeleid. Het beleid beschrijft hoe de burgemeesters omgaan met de aanpak van drugscriminaliteit, gericht op het herstel van de openbare orde en veiligheid. Willem Gradissen, burgemeester van Mook en Middelaar, is een van de geondertekenden. Ja, we hebben dat ondertekend met vier burgemeesters van Venray, Bergen, Gennep en Mook en Middelaar, vier Limburgse gemeenten, we horen allemaal tot Noord-Limburg. Dat is dezelfde basiseenheid binnen de politie, dus we hebben gezegd, ja, we willen hetzelfde beleid maken. Ja, het heet Damoclesbeleid en dat betreft met name de bestrijding van waar het gaat om het houden van drugs. Het kan zijn in woningen, kan in panden zijn, maar het kan ook ecstasy zijn. Ja, en ons Damoclesbeleid dateert al van een aantal jaren geleden en we hebben dus nu geactualiseerd op basis van, zeg maar, nieuwe wetgeving. De verouderde wetgeving is nu vervangen. Het nieuwe Damoclesbeleid komt daarvoor in de plaats. Het beleid hebben we ingevoerd om ondermijning tegen te gaan. In ons land heeft in de afgelopen decennium, zou je kunnen zeggen, steeds meer te maken met georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Dat ventileert zich vooral ook in drugs en ecstasy, andere vorm van drugs. Maar je ziet bijvoorbeeld ook bij witwassen. Je ziet bijvoorbeeld ook in de onroerend goedwereld dat daar geld wordt gekocht door criminelen. Je ziet bijvoorbeeld in de vrouwenhandel. Dus overal komt dat opduiken in toenemende mate. Ja, daar is het beleid met betrekking tot Damocles is eigenlijk door de rechters is dat wat bijgesteld. De rechters die hebben daar een invulling aangegeven waar je toch rekening mee moet houden. Hè, bijvoorbeeld wanneer je drugs aantreft, marihuana of harddrugs in een woning, dan moet je ook rekening houden met de omstandigheden. Is het iemand die dat de eerste keer heeft gedaan? Wonen er in die woning ook kinderen?
Dus ze hebben dat wel, zeg maar, ja, een soort maatwerk. Je moet het evenredig, de sanctie moet evenredig zijn aan zeg maar, het vergrijpen, om maar zo te zeggen. De burgemeester sprak zijn hoop uit over het nieuwe beleid. Ja, we hopen te bereiken dat we daarmee ook een bijdrage leveren aan het bestrijden van georganiseerde criminaliteit. Dus dat doe je niet alleen vanuit strafrecht. Ja, dus mensen die op een gegeven moment opgepakt worden in zo'n ecstasy-lab, daar zijn twee mensen aangehouden door de politie, die sliepen daar, die worden via het strafrecht aangepakt. Maar we kunnen ook via het bestuursrecht, gaat een burgemeester over, kan je zoiets ook aanpakken door bijvoorbeeld een waarschuwing te geven, een pand te sluiten, een bedrijf te sluiten, een woning te sluiten. Zover kan dat gaan. En dat is dus ingrijpend, want dan kunnen mensen op straat komen. NEC-speler Bas Dost is afgelopen zondag onwel geworden als gevolg van een ontstoken hartspier. Dat meldt de spits donderdagmiddag in een update via zijn club. Tijdens de uitwedstrijd van NEC tegen AZ zakte Dost in de laatste minuten in elkaar en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De wedstrijd werd gestaakt. De komende tijd moet Dost rust houden en zal hij tijdelijk afstand moeten nemen van het voetbal. De gestaakte wedstrijd zal op 6 december worden uitgespeeld, zo werd eveneens donderdag bekendgemaakt. De verdachte van een schietpartij afgelopen week einde in Nijmegen blijft 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank bepaald. In de Nijmeegse wijk Langvorst, 54ste straat, vond in de nacht van zaterdag op zondag een schietpartij plaats. De politie pakte daarna een 26-jarige man uit Nijmegen op vanwege betrokkenheid bij de schietpartij. De Nijmegenaar wordt nu officieel verdacht van poging tot moord of poging tot doodslag vanwege het schieten op een inzittende van een rijdende auto. Dat meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Het OM doet zolang het onderzoek naar de zaak loopt verder geen mededelingen. Het omstreden dierenverhuurbedrijf Bert's Animal Verhuur in Appeltern is deze week failliet verklaard. Het bedrijf lag al jaren onder vuur vanwege misstanden met dieren. Het verhuurbedrijf was al sinds 1998 actief. De eigenaar verhuurde bijvoorbeeld alpaca's, geiten en paarden voor kinderfeestjes en evenementen, maar ook exotische dieren als flamingo's en vogelspinnen voor de opnames van films. Het is niet duidelijk hoeveel dieren er nog op de boerderij in Appeltern aanwezig zijn. De ouders van Dishairo, het jongetje dat door mishandeling om het leven kwam, kunnen om veiligheidsredenen niet terug naar hun woning in Beuningen. De woningcorporatie die het huis verhuurt wil niet dat de twee terugkeren. Dat bleek vorige week tijdens een zogeheten pro forma zitting, in afwachting van de inhoudelijke behandeling volgend jaar op 22 en 23 mei. Tijdens de zitting werd duidelijk dat Sidney A., de vader van het jongetje, graag de gevangenis uit wil. Hij wil in vrijheid de behandeling van zijn zaak afwachten. A. wordt verdacht van moord, dan wel doodslag op de 10 weken oude Dishairo. De vader ontkent alle betrokkenheid bij de dood van de baby. Met zo'n storm als vandaag zou je denken dat die oer-Hollandse molens nu op volle toeren draaien. Toch valt het best mee en bepaalt de hoeveelheid wind ook niet zozeer de hoeveelheid draaitijd van zo'n molen. Hoe een molen wel werkt, kun je aanstaande zaterdag ervaren. 150 molens in de provincie Gelderland zetten dan de deuren open voor het publiek. De Wiegentse molen doet er hier niet aan mee, want zij zijn altijd al geopend. Maar wij krijgen vandaag wel een exclusief inkijkje. Ja, het is natuurlijk heel belangrijk om het ambacht door te laten gaan en mensen enthousiasmeren voor zo'n molen. Kijk, heel veel mensen zien wel eens een molen staan en weten van, hé, mijn dorp heeft een molen, maar wat er vaak op gebeurt. Ja, dat is wel heel mooi om te gaan bekijken. Nee, we zijn echt een winkel en daar gebeurt al van alles. En ja, het is een mooi proces om wel te bekijken natuurlijk. Ja, ik heb collega-molenaars gehoord waar ze pannenkoeken bakken. En natuurlijk rondleidingen worden gegeven. Dus dat soort activiteiten. Ondanks molendag zijn sommige molens hoe dan ook open voor bezoek of voor klanten die ambachtelijke producten willen kopen. Ja, we zijn altijd donderdag, vrijdag, zaterdag geopend. Ja, regio breed weet wel dat wij meel verkopen en goed meel. Dus ja, daar komen genoeg mensen op af, ja. De molens dragen bij aan het cultuurbehoud van Nederland en de instandhouding van traditionele ambachten. Nou, het is een oud ambacht. Het vertelt iets over ons Nederland. Hè. Waar komen we vandaan? Het zijn eigenlijk oude fabrieken. En niet alleen om meel te maken. We hebben ook houtzaagmolens, oliemolens, papiermolens, zaagmolens. Van alles hebben we staan in Gelderland. En ja, dat moet eigenlijk doorgegeven worden. Ja, het vertelt waar we vandaan komen. Ja, het is echt iets typisch Nederlands. Ja, het staat sinds 2017 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO, het ambacht. Zeker heel belangrijk om het door te geven. Want anders ja, weten we over 100 jaar nog wel hoe we met de molen moeten draaien, maar hoe we daar meel op moeten maken, ja, dat is bijna weg. Ja. En, het zou zonde zijn.
Door de storm genaamd Kiran namen de wieken van de Wiegense molen vandaag een dagje vrij. Ja, hij zou eigenlijk nog wel kunnen draaien, maar dat is de grens opzoeken. Kijk, normaal draait hij eigenlijk elke dag, maar nu zoek je een grensje op en dan moet je niet willen. Dat is een punt dat de molen niet meer verder kan draaien. Of en qua remmen, hè, je moet hem kunnen afremmen en dan gaat hij zo snel, dan kunnen er ongelukken gebeuren. Dus vanuit veiligheidsoverwegingen staat hij vandaag stil. Je bent altijd met het weer bezig, je maakt een mooi product. Dat vind ik wel heel erg mooi. Dan kijken we weer even naar de sociale media. Politie Nijmegen deelt nog even een overzicht waarop je kunt zien bij wie je moet zijn voor verschillende gevallen van stormschade. Zo dien je omgevallen bomen in je eigen tuin zelf te regelen. Omgevallen bomen in de berm meld je bij de gemeente. En als een boom over de weg dreigt te vallen, bel je de brandweer zonder spoed. Gemeente Beuningen vraagt nog eens extra aandacht voor goede fietsverlichting, zeker nu de dagen weer korter worden. Deze vrijdagavond tussen 5 en 9 zal het campagneteam Aan in het Donker aanwezig zijn op het pleintje voor de Albert Heijn. Gericht op jongeren delen ze hier oplaadbare lampjes uit en kunnen mensen hun fietsverlichting laten maken. Jongeren die al met fietsverlichting fietsen, maken ook nog eens kans op het winnen van een gloednieuwe fiets. En felicitaties aan theater- en filmdocent Ellie van het NSG Groenewoud in Nijmegen. Zij heeft onlangs namelijk de prijs voor beste filmdocent van Regio Oost gewonnen. Naast deze prijs is ze ook eregast bij het International Film Festival in Rotterdam, waar tevens de nationale winnaar van deze prijs bekend wordt gemaakt. Na een behoorlijk onstuimige dag, waarbij de inmiddels officieel tweede najaarstorm stevig door de regio woei, gaat de ergste wind vanavond wat liggen en krijgen we er lokaal wat buien voor terug. Ook morgenochtend houden we het niet overal droog en trekt de wind weer iets aan. Later op de dag wordt het steeds vaker droog en neemt de wind ook langzaam af. Het wordt zo'n 11 graden. De dagen erna zit weinig verandering in het weer. Het blijft de komende tijd sterk wisselvallig met de nodige buien. Af en toe wat zon en droge perioden. De temperatuur blijft daarbij zo rond de 12 graden schommelen. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van donderdag 2 november. Blijf 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws via onze website en app. En volg ons ook zeker even op de sociale media. Je vindt ons op Facebook, Instagram, X en YouTube via RN7 Online. Morgen zijn we weer bij je terug, dus graag tot dan.